Het is duidelijk dat dit motorblok lang stil heeft gestaan. Bij een motorblok wat lang stil heeft gestaan, is het een feit dat er altijd twee kleppen open blijven staan. Dit kan ik op deze manier controleren. Hier heb ik een sleutel. Als ik daaraan draai, dan zie je dat deze twee kleppen bewegen. Bij een oud motorblok staan er dus altijd twee kleppen open. Daar kan roest tussen ontstaan, zoals je ziet bij deze, met als gevolg compressieverlies. Bij een stilstaande motor staan er altijd twee kleppen open, waardoor er roest op de klep zelf en tussen de zitting kan ontstaan. Een roestige klep. Hoe maak je de klep nou schoon? Ik heb hier een zuignap. Daar zit de klep aan. Dan smeer je pasta op de klep. Dan ga je in het gat en dan ga je op deze manier schuur je de klep en de klepzitting schuur je weer helemaal schoon.